Het is voor mij echt een eer om elke keer die Interland te spelen. Het is dus voor mij nu de 100ste keer dat ik mij vereerd voel om voor Oranje uit te komen. En dat ik deze mijlpaal mag halen, ja, dat is natuurlijk fantastisch voor mij persoonlijk. Ik heb echt met dit team en met de nationale selectie heb ik zoveel mooie wedstrijden heb ik gespeeld. Wat natuurlijk wel speciaal was, is dat we ons kwalificeerden voor het EK. Dat was echt een geweldig moment. En ik denk dat dat voor mij een geweldige wedstrijd was. Dat was Bosnië thuis in Almere, omdat het ook echt ergens om ging. En dat is me heel erg bijgebleven. Ja, dat kan haast niet anders dan van mijn broers. Ik heb één oudere broer en 3 kleine broertjes. Die volgen mij echt overal in de competitie bij mijn club. Die hebben bijna geen wedstrijd van die 100 overgeslagen. En die hebben mij verrast, want na de rust kwam ik weer het veld op. Zag ik een mooi spandoek aan de overkant hangen. Nog specialer dat mijn team me dan op de schouders neemt. Ik ben echt een trots man dat we ons ook gekwalificeerd hebben, want dat is het allerbelangrijkste.